Hey stier, leuk dat je kijkt naar de video van Passion Vertadeld. Dit is de algemene video voor de maand april. Op de Facebookpagina vind je inmiddels ook de geschreven lezing. De liefdesvideo's en de geschreven liefdeslezingen komen eraan. Mocht het zijn dat deze lezing niet met jou resoneert, maak het ook niet van jou. Haal er gewoon uit wat je eruit kan halen en laat de rest gewoon voor de rest. Het bespaart je een hoop ellende op het moment dat je dat laat. En we gaan gewoon eens even kijken wat ik mag doorgeven. Het komt zo van, ik heb het bevel van hier tot punter. Dus ik weet niet wat ik mag gaan doorgeven, maar om mijn hoofd moet, blijkbaar. Something's happening. Er komen wonderen. De wonderen zijn de wereld geleerd. Nou ja, wie weet. Oh. Voor je stier, spirit. Wat mag ik doorgeven uit dit deck? Voor de stier. Ik wil graag 3 kaarten voor de stier in de maand april. Wat mag ik doorgeven aan de stier voor de maand april? Geduld. Geduld. Wacht even voordat je tot actie overgaat. Geloof dat er een goddelijke timing bestaat. Wees geduldig en speel terwijl je wacht. Geduld loont, zeggen ze. Godin, erken je goddelijke vrouwelijke energie. Zie je innerlijke schoonheid en houd van ieder deeltje van jezelf. Erken wie jij bent, wat je bent. Erken je emoties. Erken de gevoelens in je lijf. Erken je ziel. Herken alles zodat je het kan erkennen en je het kan omarmen. God, Godin, maakt niet uit. Wij vrouwen dragen mannelijke energie, vrouwelijke energie. Mannen dragen ook vrouwelijke energie. Cycli. Voor alles is een goed moment. Respecteer de cycli van je lichaam. Luister naar de magie van, van de maan. Ons lichaam, zeker het vrouwelijke lichaam, reageert op de maan. We hebben niet voor niks, bijvoorbeeld net als een menstruatie of noem maar bijvoorbeeld de menstruatie. Het gemiddelde is 28 dagen. Een maancycli is ook 28 dagen. Alles staat met elkaar in verbinding. En je kan overal in de natuur tekens vinden omtrent alles wat ook met jouw lichaam te maken heeft. Soms wil jouw lichaam iets niet. En je hoofd wel. Kun je bepaalde dingen lichamelijk gewoon niet opbrengen? Omdat je lichaam moe is en jouw hoofd, jouw ego, veel te veel vraagt van je lichaam. Misschien op dat moment te veel vraagt van je lichaam. Ik hoor ook reiniging. Er is een reiniging nodig. Iemand moet zijn lichaam reinigen. Om zichzelf ontdoen van energieën. Misschien heb je dat onlangs in je opgenomen. Ben je met mensen, heb
je mensen om je heen gehad die ziek waren? Of misschien heel erg negatief ingesteld en heb je daar best wel een klap van gehad, omdat je zelf ook gewoon een spons bent? Bescherm je. Bescherm je energie, bescherm jouw energie. Het is van jou, van niemand anders. En dat werkt bij een ander ook zo. Jij hoeft de energie van een ander niet te hebben, want je hebt genoeg aan jezelf. Het wordt tijd om de dingen anders te gaan bekijken. Het wordt tijd om te accepteren dat je bepaalde dingen niet kan veranderen met de gevangenen. Het ontspannen zijn in machteloosheid. Het ontspannen zijn dat je dus de dingen niet kunt veranderen. Zwaarde 7. Koning van Staven. Staven 7. Wow. Rustig. Even kijken waar. Staven 7, zwaarde 5. Of je hebt te maken met een persoon die ergens onderuit probeert te komen. Of jij bent degene die ergens onderuit probeert te komen. Er is hier in ieder geval iemand die ergens onderuit wil komen. Er ligt een behoorlijk heftige energie hier. Met de duivelkaart en de ridder van zwaarden. Zwaarde 7. Vandaar die kippenvel. Ik krijg het nu weer. De wereldkaart. Er is iemand hier die terugkomt. In jouw energie. Iemand die behoorlijk wat negativiteit met zich meebrengt. En als jij niet in je kracht gaat blijven staan en gaat luisteren naar jouw intuïtie, gaat luisteren naar de emoties die dit met zich meebrengt en jouzelf erkent, gaat dit heel veel problemen veroorzaken. Bescherm jezelf. Munten 5. Staven 9. Bescherm jezelf. Keer in jezelf, want jij bent de sterkste hier. Jij bent de sterkste hier, geloof het ook. Misschien te maken met een ram, leeuw, boogschutter, want er liggen best wel wat staven hier. Tweeling, weegschaal, waterman, veel zwaar, veel luchtenergie. Ja, dit is iemand die jou helemaal ondersteboven kan trekken. En ik vind het moeilijk om te spreken. Dus dit is iemand die komt op jou af. Die komt met een noodgang ook op jou af. Dit is iemand die probeert terug te komen en die wil gelijk terugkomen en gelijk bam. Heel de mikmak, alles erop en eraan. En deze persoon, pas op voor deze persoon. Dit is echt een waarschuwing. Pas op voor deze persoon. Je kan de cyclus eindigen. Dit is een herhalend iets. Dus je weet waarschijnlijk ook al over wie het gaat. Munten 7, kelke 8. Ja, zeker weten. Groei. Creëer je eigen ding. Heb geduld. Ook al komt deze persoon op jou af en gaat deze persoon jou vertellen dat hij jou gaat helpen financieel. Nee hoor, ik ben niet meer zoals het was. Of ik ben veranderd. Of no way, trap er alsjeblieft niet in. Deze persoon heeft hele gladde praatjes. Hele gladde praatjes. En het is nu aan jou om die verleiding te gaan weerstaan. Zodat je de cyclus kan eindigen.
Je moet er echt van weglopen. Kelken 8 hier. Ja. Want dan komt die overwinning. Gebruik je wijsheid. Gebruik je innerlijke wijsheid. Maar gebruik ook de wijsheid die je al eerder hebt meegemaakt met deze persoon. Gebruik die ervaringen. Zodat je de dingen anders kan gaan bekijken. En niet weer verlaten zit. Ook al denk je, er is hier geen liefde. Ook al denk je, dat deze persoon liefde heeft. No way. No way. Dit is absoluut geen liefde wat hier ligt. Dit is hele zware energie. You better watch out. Oh nee, you better think twice. Wat was nou? You better watch out. Better think twice. You better watch out. You better think twice. Better not I'm telling you why. Oh, dat gaat over Santa Claus. Maar dit is geen Santa Claus. Dit is niet de kerstman. Ja. Dit is de kerstman die zich voordoet als de kerstman, maar niet de kerstman is. Nee. Deze persoon, nee. Je moet hier echt van wegblijven. Dit is een situatie, als dit een carrière iets is, dit is een persoon die jou bij je baas helemaal zwart zal gaan maken. En die misschien tegen jou gaat zeggen, kom, die gaat mooi met je praten, zodat je misschien wat over jezelf gaat vertellen. Of misschien wat persoonlijkere dingen, die zal jou misschien een heel klein beetje voeren. Zodat je wat persoonlijke dingen gaat vertellen. En dan gaat die persoon ineens, bam! En dan heeft die persoon jou, die kan die persoon jou gewoon met de grond gelijk maken. Ja, geef mensen die kans niet. Erken wie jij bent. Want voor alles is een goed moment. Niet gelijk happen. Geduld. Die cycli hier. De cycli kan ten einde komen. Maar jij moet gaan luisteren naar dat wat je van binnen voelt. Op het moment respecteer de cycli van je lichaam. Op het moment dat jouw lichaam aanvoelt. Ik kan jou niet vertrouwen. Bam. Daar ben je al. Weg met die persoon. Luister naar je onderbuikgevoel. Ja, kijk eens. Badabim, badaboom. Behoud jezelf. Oh, nee, ik moet even weg. Behoud jezelf. High priestess, oftewel de hoge priesteres. En de munten 4 komt eruit. Luister naar je intuïtie. Gebruik je innerlijke wijsheid en behoud jezelf. Bescherm dat wat voor jou is. Laat berichten tot je doorkomen vanuit boven vandaan. Ga niet zomaar over tot actie, maar bescherm jezelf. Je bent heel wijs. Laat je niet van de wijs brengen. Dit is echt een waarschuwing. En deze persoon komt echt met een rotgang binnen. Dit is zo iemand die... Ik weet niet, ik krijg er zelf ook gewoon een raar naar. Ik wil die persoon zelf zeg maar een naar. Even iets mee doen. Dus let alsjeblieft op. En ook al, weet je, misschien is het... Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat de situatie voor jou is. Dit kan ook heel goed een vriend of een vriendin zijn. Of misschien iemand uit je familie die weer mooi komt praten. Maar je weer helemaal compleet van de wereld aftrekt. En het is zo niet nodig. Als je luistert naar jezelf. Geduld
loont. En waarschijnlijk op het moment dat jij hier niet in meegaat en jij geduldig wacht totdat de acties van deze persoon vanuit zeg maar zelf komen of hè, dat je eigenlijk vanaf een afstandje gaat meekijken, dan zie je dat deze persoon zichzelf in de val, dus niet jou in de val trekt, maar zichzelf in de val trekt. Compleet door de mand heen valt. Dus blijf bij jezelf. En laat je niet gek maken. Heftig man deze. Wauw. Goed, spirit, voor de stier in de maand april, wat mag ik vertellen? Woeps! Vieren, doe je haar los en ga feesten. Het is tijd om uit te gaan, te dansen, te spelen en misschien krijg je wel een uitnodiging. Deze komt bij mij vooral tegen eind van de maand. Ik heb het idee dat op het moment dat je, kijk eens, verborgen diepte ligt erachter. Op het moment dat je dit ontdekt, dat er dan kan je een feestje gaan bouwen. Als je dit hebt doorstaan, dan kan je een feestje gaan bouwen. Want er liggen verborgen diepte. En die gaan aan het licht komen. Oh jawel. Oh jawel. Voor de stier, algemeen, wat mag ik vertellen? Voor de maand april, spirit. Waardevolle tijd. De elf van tijd wil dat je elk moment volledig ervaart en dat je alles uit het leven haalt wat erin zit. Let op dat je geen tijd van anderen verspilt, want karma is gemeen. Maanenergie. Geef je over aan de natuurlijke stroom van het leven. Als je je verward voelt, komt deze elf om je te kalmeren en je gerust te stellen. Een rustige geest is mogelijk, ook nu weer. Ik heb het idee dat het misschien dan... Ik hou er niet van om ergens een tijd aan te hangen. Maar op het moment dat we weer in de schaduwperiode van de maan zitten, dat hier jouw verleiding ontstaat. Rond die periode, rond dat het dan eruit gaat komen en dat je daar de kans krijgt om hier voor goed vanaf te komen. Hij blijft terugkomen, hè, verborgen diepte. Is er nog meer wat ik mag vertellen uit dit dek? En de stier. Ja. Geloof in magie. Open je ogen en zie de magie van de natuur om je heen. De elf van Noorderlicht zegt dat je een deel uitmaakt van de natuur. Dus ook jij hebt magische kracht. Zuiverheid. Vertrouw altijd op de zuiverheid van je hart. Kijk in je hart en ontdek van binnen het antwoord op je vraag. Ja, zie je, je weet al lang wat er gaat gebeuren. Je weet al lang wat er gaande is. Maar het vraagt je alleen echt om naar jezelf te luisteren. Goed. Stier. Dit was jouw lezing. Check even de Facebookpagina, zou ik zeggen, voor de geschreven lezing. Liefdeslezing komt eraan. De liefdesvideo's ook, had ik volgens mij ook allemaal al verteld. Dus ja. Succes en hopelijk tot de volgende video. Groetjes, doei!